dat is eigenlijk, ik ga nu, hier ziet hè, dus hier zit er nog een gat. Op het einde van die rails is telkens nog open. Dus ik ga dat heel snel dichtkitten met, dat is eigenlijk kit voor de vloer. Dus het is een soort grijs. Ik denk dat het overeenkomt met daggrijs, min of meer. Ah, kijk, maar ze hebben zelf, hier gebruiken ze grijs en hier gebruiken ze doorzichtige kit. Het feit dat dat niet gekit is, is gewoon heel slordig. Ja, sowieso, hetgeen als ze daar gekit hebben, is ook heel slordig. Daar hebben ze het mooi gedaan, gelukkig. Want dat is vrij permanent. Hetgeen dat daar is, is sowieso niet permanent, dus daar lijkt niet echt van wakker dat dat niet zo proper gekit is. Ooit komt die bekleding komt er ooit nog terug af. Dus dan snij ik dat hier toch weer af. Steek telkens dat pot tot in mijn mond, maar dan kan ik niks zeggen natuurlijk. Je ziet hier, ondertussen heb ik dat balkje, dus dat waren die dingen. Voorlopig ding heb ik vervangen door deze profielen die ik gemaakt heb. En hier past die lattenbodem telkens in. Dat is dwars. Ik ga nu hetzelfde voorzien. Aan de andere kant, ja, je ziet, dat zit vol met gaten. Nutrivets, dat zijn dus deze dingen. Die zijn op zich wel stevig. Je ziet ze hier zitten. Maar metaal dat erachter zit, waarin dat vast zit, is minder stevig. En die op het uiteinde, die zijn gelast. Dus die zijn echt wel stevig. Dat is geen probleem. Ik ga proberen te laten zien hoe ik dat gebruik. Dus je moet eigenlijk, ja, die gaten die in de carrosserie zitten, dat zijn deze. Vergelijkbaar met eigenlijk... Die gaat niet allemaal. Hè. En normaal gezien moet je gat voorboren op de juiste diameter van die dingen. Maar die passen vrij goed in combinatie met de M8. M8 betekent natuurlijk de 8 mm bout die erin moet. En het principe is, dus je zet je tang open. Dat is mijn tang. Je schroeft dat er helemaal op. Hij steekt dat in het gat. En dan knijpt hij uw tang dicht. Daar heb ik natuurlijk twee handen voor nodig. Die heb ik op eBay gekocht, die zijn inox. Ja, ik heb toch maar inox genomen, omdat die in de carrosserie blijven zitten. Dat zijn een paar staaltjes die erbij zaten, M6. Die hier kunnen dat beter zien. Die zijn eigenlijk bedoeld om zo met van die plastic dingen daar een paneel tegen te bevestigen. Daar past een M5 goed in, dus dat ga ik gebruiken, M5, voor daar mooie paneeltjes tegen te hangen. Ja, trouwens, als je zo'n tang koopt, kan ik u aanraden van dat model aan te schaffen. Maar je hebt ook van die modellen dat je ze met één hand moet toeknijpen, meer voor rivets, poprivets, anders zo van die echt hetzelfde systeem, maar dan zonder schroefdraad. Klinknagels, dat is het juiste Nederlandstalige woord. En die zijn moeilijker te bedienen. En ik merk, zeker met die inoxen, die zijn blijkbaar wat harder om te... plooien om te bevestigen, dan is het wel handig dat je zo'n zwaardere, iets zwaardere tang hebt. Dat potlood heb ik vanmorgen lopen zoeken. Ik ben al heel de tijd mijn IKEA-potlood aan het werken, omdat ik mijn potlood kwijt ben. Kwijt was, beter. Nu heb ik het terug. Tof.
dan in. Dus hier heb ik nog ruimte voor een tweede lattenbodem. Maar je ziet hieronder dat dat daarin ligt. En daar ligt dat er ook in. Nu, weet je nog dat ik met die lattenbodem gemist ben? Dat ik hem 10 centimeter aan die kant had binnenkort. Natuurlijk ligt al wat je daar nu, die dwarslat ligt eigenlijk in de weg. Dus ik ga die dwarslat, dat gaat naar hier verplaatsen en die dwarslat een beetje achteruit plaatsen. Zo dus. Het voordeel van hout is dat je zo'n fout gemakkelijk kunt herstellen. Hè. Dus ik heb gewoon, ja, dat heb ik ook al fout geboord. Maar goed, nu zit hem wel goed. Dus hij zit nog altijd zo laag, maar een beetje meer naar achter waar ik nog plaats heb. Ik heb nog niet genoeg bouten, daarmee dat het nog niet overal een bout zit, maar er komen wel overal bouten. En bijkomend ga ik ook langere bouten voorzien, zodat ik de platen, eigenlijk de kasten die hier komen, hier ook aan vastzetten. Maar dat is dus de lattenbodem. Ik ga er nu nog een naast leggen. Daarmee heb ik mijn bedden terug. Die gaan natuurlijk op die kastjes steunen ook. Maar het belangrijke is dat mijn bedden terug zijn. De volgende stap zijn eigenlijk kasten bouwen voor eronder. Om dan kasten kunnen bouwen. Tafeltje weet ik nog niet. De keuken, ja, is eigenlijk ook gewoon een specifiek kastje. En die kastjes in de hoogte zijn ook.